Toen Joost Zwagerman overleed en iedereen over elkaar heen buitelde in shock en onbegrip, had zij een ander gevoel. Hoe kan zo'n getalenteerde, slimme, welbespraakte man nu uit het leven stappen, was de algemene gedachte. Zij dacht, oh ja, dat kan ook nog. Hoe de zelfmoord van een publiek figuur ineens iets kon losmaken in haarzelf, verwonderde haar. Objectief gezien was er geen enkele aanleiding om ongelukkig te zijn. Leuk werk, vrienden, lieve man, twee prachtige kinderen. En toch voelde ze zich al een tijdje zo leeg van binnen. Zonder woorden als iemand vroeg hoe het met haar ging. En ineens wist ze, ik ken deze onnoemelijke zwarte pool van verdoofd, leeg, niks. Dit is lang weg geweest. Toen het er de vorige keer was, moest alles nog gebeuren. Werk, die man, dat gezin. Toen kon ze daar nog een excuus in vinden. Maar nu was alles er. Hoe kon dit gevoel er nu weer zijn? Een zeurende paniek overvalt haar. Haar verstand vecht met de ziekte die ze langzaam de controle voelt overnemen. Zonder dat ze het merkte, heeft hij een donkere waas over alles heen getrokken. Haar ziel verandert in een slapende voet die niks meer kan voelen. Alleen af en toe een steek. Het mag niet winnen. Voor haar kinderen gaat ze naar de dokter. Voor haar moeder, wiens wanhoop ze voelt bij de vraag, maar hoe gaat het dan nu met je? Met je depressie? Voor haar man, die woedend wordt uit onmacht. Elke dag is een gevecht om die grote, duistere, energiezuigende kracht terug te dringen tot een schaduw in de hoek van de kamer die naar je loert, maar die niet wint. Hoe dat moest? Joost mag het weten. Maar ze heeft het gedaan. Toch. Weer. En weet je wat ze ook deed? Ze besloot het niet langer te verbergen. Ik besluit het niet langer te verbergen. Ik. Zo lang een hele lieve, goede collega. Jij wist dit helemaal niet, hè? Nee, wist ik helemaal niet. Nou, ik denk dat velen met mij het niet wisten. Nee, mensen zeggen dan ook van, maar ik vind jou helemaal geen type voor depressie. Nee, vind dat ik zeggen ook mensen, niet. Ik vind jou ook geen type voor reuma bijvoorbeeld. Maar ja, hey, hallo. Nou, we kunnen elkaar toch de hand schudden, hè? Ja, toch. Ja, je moet toch wat hebben. Ja, ja. Ja, het is ook wel fijn, inderdaad. Ja. Iedereen heeft kracht. Hey, hoe moeilijk was dit voor jou? Ik vond het heel spannend, maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Ja? Ik voel me enorm opgelucht nu. Echt, echt serieus. Ja! Wat een bonus! Ja, maar ook dan dit. Ja, dit is best wel een heel warm bad. Dit heeft echt een functie, man. Dit helpt, joh. Zo. Dit helpt. Goed ja. Idee was dit van jou, meneer. Hier. Dus het is aan te raden. Ja. Inderdaad. Kom, ik gooi het er maar uit. Weet je. Ja. Het is ontzettend kwetsbaar. Ik dacht ook wel van, oh, weet je, als mensen dan maar niet nu denken van, daar heb je haar weer met de depressie. Maar want ik kan ondertussen ook gewoon wel heel goed functioneren. Weet je, het is niet als mensen het enorm aan mij hebben gemerkt, maar ondertussen. Nee, je bent geen depressie, je hebt een depressie. Ja. En je vecht ermee, joh. Het is echt best wel. Wat je zo even vertelde ook tijdens het overlijden van Joost Zwagerman. Ja. Dat jij dacht, hey, dat kan ook nog. Ja, dus toen vloog ineens die gedachte voorbij van. Maar toen heb je hulp gezocht. Uit het leven stappen, ja joh. Wat een goed idee. Ja, maar dat was dus echt helemaal puur een verstandelijke beslissing. Ik dacht niet zelf van mijn leven is het mij waard. Ik dacht, ik ben een moeder van twee kinderen. Ja. Voor hen moet ik het doen. Ja, maar voelde je dat? Nee, ik zat daar echt zo, nou, bij de huisarts. Nou, ik geloof dat ik dus suïcidaal ben. Of tenminste, nou ja, god, ja, echt suïcidaal. Nee, ja, ik denk er dus wel eens aan. Dus ik geloof dat ik hulp nodig heb. Mm-hmm. Tenminste, ja, wat denk jij? En toen zat ik binnen een week bij een psychiater. Toen dacht ik, oké, kennelijk heeft hij dat wel ingeschat dat het een goed idee was. En dat was het. Want hoe jouw omgeving, meest in jouw dichte nabijheid zijn natuurlijk je man en kinderen. Ja. Dat is toch ook heel erg lastig. Nou, mijn kinderen hebben het zeker niet gemerkt, want ik word altijd vrolijk van mijn kinderen. Maar mijn man vindt het. Woedend. Ja, en ja, als je zegt van die woede van hem, dat was natuurlijk de angst om mij kwijt te raken. En dat was niet eens een hele irreële angst, hè? Dus dan had hij ook wel een punt. En dat schud je dan wakker. Dan denk je, ik moet echt nu wel iets doen. Want als zijn reactie, zijn woede, was een soort spiegel voor mij dat ik dacht, het is echt wel erg met me. Anders zou jij niet zo boos worden. Ik kon het zelf niet voelen, maar ik voelde het via hem. Ja. Wat is via de oplossing geweest? Nou ja, de oplossing, ik weet niet of die bestaat, maar wat heeft jou weer
Hè? Nou ja, in contact komen met je gevoel. Op een gegeven moment had ik echt... medicijnen. Op een gegeven moment had ik een tijdje die medicijnen... en ik voelde dat ze aan gingen slaan. En toen op een gegeven moment had ik een rotdag. Echt een kutdag. En toen was ik zo blij. Hoera. Dit is een gewone kutdag. Ja. Ja. Het is niet een van, oh, ik denk dat ik me vakant wil maken dag. Maar gewoon zo'n dag. Gewoon iedereen dag. Dat heeft, joh. Ja, joh, ongesteld en het zit even niet mee. En je bent je sleutels kwijt en dan ben gewoon kut. Maar gewoon kut. Ja. Niet depressief. Nee. Wat heerlijk voor je. Profiet. Ja, en nu heb ik weer dat warme gevoel van... Ja. Ja, dit is... Hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat goed, man. Ja, ja. Dankjewel voor vanavond. Dit heb je een heel goed feestje heb jij georganiseerd. Nou, hier. Fijn. Samen met heel veel anderen. Ja. Dank jou wel. Alsjeblieft. Voor je moed. Ja. Dames en heren, Sophie van der Enk. Sophie van den Enk, ik ben presentator, maar vanavond sta ik hier als lotgenoot, want ik heb ook te maken gehad met depressies. Het is nu voor het grootste gedeelte onder controle, maar ik merk dat het wel heel bevrijdend is om er open over te zijn. Dat heb ik eigenlijk nooit zo gedaan. En om het te delen. Dus ik hoop dat dit een hart onder de riem is voor iedereen die er nog mee te maken heeft. Ofwel in de vorm van zelf een depressie hebben of iemand in je omgeving hebben. Zodat we met elkaar een klein beetje lichter kunnen maken door het er te laten zijn. Als jij nou ook een bijdrage wil leveren op jouw manier, misschien wel financieel, ga dan naar depressiegala.nl.